Beste inwoners, ook in Middelkerke worden we geconfronteerd met enkele strenge beschermingsmaatregelen tegen het coronavirus. Dit is ongezien en apart. Maar zelfs in buitengewone tijden zijn paniek en angst heel slechte raadgevers. Toegegeven, tot voor kort was ik zelf niet zo overtuigd van de ernst van de situatie. Maar het zijn enkel de dwazen die hun mening niet herzien. 4 op de 10 inwoners van onze gemeente zijn 60-plussers en dus een bijzonder kwetsbare groep voor het virus. Ik raad jullie daarom ten stelligste aan om naast de simpele hygiënevoorschriften ook de maatregelen rond social distancing strikt op te volgen. En die zijn: beperk de mensen waarmee je in contact komt tot een strikt minimum en houd tenminste 1,5 meter afstand van elkaar. Geef elkaar geen hand of kus. Ga niet hamsteren, want er is genoeg voor iedereen. À la guerre, comme à la guerre, zouden de Fransen zeggen. En dat is nu ook net wat wij moeten doen. Beste Middelkerkenaars, nogmaals, paniek is voor niets nodig. We zijn op alles voorzien. Onze zorg- en dienstencentra draaien op volle toeren en in de rusthuizen wordt voor onze oudjes heel goed gezorgd. Daarvoor ben ik onze verpleeg- en zorgkundigen bijzonder dankbaar. Hun onverdroten inzet is indrukwekkend en bewonderenswaardig. Om hen zoveel mogelijk te ontlasten, openen we nu een extra telefoonlijn voor het welzijnsguns om specifieke zorgvragen sneller te kunnen beantwoorden. Ook onze huisartsen verrichten prachtig werk. Om hen zoveel mogelijk te helpen, hebben we een speciaal en veilig triagecentrum voor patiënten met duidelijke coronasymptomen opgericht. Voor mensen die nood hebben aan een luisterend oor, hebben we ook een telefoonlijn geopend. Onze warme medewerkers staan je graag te woord als je het moeilijk krijgt met deze uitzonderlijke situatie. Bel daarom naar 059 31 99 59. Ik herhaal, 059 31 99 59. Ook andere diensten, zoals de maaltijdbezorging, blijven volop doordraaien, zodat de meeste hulpbehoevenden in onze gemeente niets tekortkomen. Onze leerkrachten en scholen staan voorlopig ook paraat om kinderen op te vangen. Maar tracht eerst zelf te kijken voor opvang, want ook daar geldt het belangrijke principe van zo weinig mogelijk contact. We kunnen niets anders dan onze openbare gebouwen te sluiten voor het grote publiek. Maar dat wil niet zeggen dat we niet blijven werken. Onze medewerkers werken zoveel mogelijk van thuis uit. Maar dat is ook werk. Onze ambtenaren blijven plichtsgetrouwe civil servants die ten dienste blijven staan van de bevolking. Middelkerke is een gemeente van zelfstandigen en horecamensen. En die hebben het momenteel extra hard te verduren. Dus wanneer deze situatie achter de rug is, hoop ik dat jullie allen massaal onze lokale economie er terug bovenop gaan. Samen met mijn collega's van de gemeenteraad ga ik alvast ook mijn steentje ertoe bijdragen. Wij werken momenteel enkele steunmaatregelen uit om hen door deze moeilijke tijden te loodsen. En tenslotte nog dit. Deze situatie zorgt voor een onvoorstelbare stroom aan informatie en ook aan geruchten. Laat uw kop dus niet zot maken. Een nieuwsbericht is geen officiële communicatie. En vaak duiken er ook tegenstrijdige berichten op. Daarom raad ik jullie aan om je eerst goed te informeren via de officiële kanalen van onze diverse overheden. Er staan ook in Middelkerke tientallen mensen voor je klaar om al jullie vragen te beantwoorden. Wij zijn zowel telefonisch te bereiken op nummer 059 31 30 16 als per e-mail. We helpen je zo snel mogelijk met eender welke vraag. Diensten zoals burgerzaken, ruimtelijke ordening
en de kas blijven toegankelijk in ons gemeentehuis op afspraak. Uiteraard blijf ik ook persoonlijk bereikbaar via het e-mailnummer burgemeester@middelkerke.be. Beste mensen, ik reken op jullie burgers in. Blijf rustig, blijf waakzaam, volg onze richtlijn strikt op en zorg vooral goed voor elkaar. Winnaars zijn verliezers die nooit opgeven. Samen zullen wij de strijd tegen deze indringer winnen.